Kan licht ervoor zorgen dat je je werk beter doet. Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, het antwoord is meteen al gegeven, want zonder licht zou ik mijn werk nu niet goed kunnen doen. Dat is heel duidelijk, hè. Um, op het podium heb ik hier prachtige lampen staan en. Het is uh, natuurlijk fantastisch dat we door middel van de elektriciteit licht kunnen maken. Dat, we zijn natuurlijk eeuwenlang afhankelijk geweest van vuur, van daglicht. Dat waren echt de enige manieren waarop wij licht konden maken. Sinds honderd jaar hebben we nu wel de mogelijkheid om door middel van elektriciteit gewoon een knopje om te zetten en we hebben gelicht. Dus een fantastische ontwikkeling. En dat gaat meteen door in de gebouwen. Want een gebouw zul je nu rekening mee moeten houden. van hoe laat ik dat daglicht binnenvallen? Maar ook hoe ga ik het met kunstlicht doen? Je kunt met, dag, met de combinatie van dag en kunstlicht. kun je zoveel doen in een gebouw. Daar kun je de sfeer mee bepalen. Daar kun je de productiviteit mee beïnvloeden. Maar je kunt ook een gebouw hoger laten lijken. of je kunt het duur laten lijken. of juist heel goedkoop. En. Ik ga jullie daarin meenemen en ik ga geen antwoord geven, want er is geen goed lichtontwerp. Een goed lichtontwerp is een lichtontwerp wat precies afgestemd is op de behoeften van de gebruiker van dat gebouw. Daglicht, heb ik al gezegd, is een van de belangrijke dingen waarbij je met een ontwerp rekening moet houden. En ook wil houden, want het is dus juist hartstikke mooi natuurlijk. En uh, waarom is daglicht zo fijn voor mensen? Daglicht is continu dynamisch. Het, is, uh, het verandert in kleur, het gaat van koel uh, cool naar uh, aan het avond is het helemaal rood, is het een warme lichtkleur geworden. En het verandert dus continu, maar het verandert ook nog een keer van wel of niet bewolkt, het verandert van richting. En dat effect en die verandering die hebben we niet alleen nodig, die vinden we ook heel erg prettig. En waarom hebben we wel nodig die verandering? Die hebben we nodig om onze biologische klok in orde te houden. Want die zorgt er weer voor dat we melatonine uh, maken. En die melatonine die zorgt ervoor dat we een goed dag-nachtritme hebben. Het is niet voor niks dat de ABO-dienst voorschrijft dat je maximaal zo'n twee uur in een ruimte mag verblijven zonder daglicht. Het is gewoon ongezond om dat niet te doen. Eigenlijk moet je altijd proberen om een goede zonwering te hebben, waarmee je de zon buiten kunt houden en kunt reguleren. En een goede lichtregeling binnen, waardoor je die verblinding kunt doseren en afhankelijk van de buitenomstandigheden kunt bepalen. Um, we hebben ook verschillen in, in, in kunstlichtontwerp. Want we willen natuurlijk niet alleen daglicht in een gebouw, we willen ook kunstlicht in een gebouw. En dat kunstlicht kun je eigenlijk op twee. Hoofdmanieren ontwerpen, namelijk op een directe manier en op een indirecte manier. Het linker plaatje is een direct kunstlicht in een, in een ruimte. En bij het tweede plaatje zie je het indirecte verlichting. Dus je schijnt, schijnt naar het plafond. Wat je het mooiste vindt, is eigenlijk niet te bepalen. Want in het ene geval, in het ene ruimte, is het juist belangrijk om dat plafond hoger te laten lijken. En dat doe je met dat indirecte daglicht of met indirecte kunstlicht. En in het andere geval is het juist wat spannender om wat variatie in dat licht te krijgen. Dat indirecte kunstlicht is veel uh, egaler en wat saaier daardoor. Daarnaast kun je ook nog denken aan een werkplekverlichting, waarbij je dus uh, uh, de algemene verlichting, en dat kan direct of indirect zijn, die maak je op een lager niveau, waardoor je dus weer veel energie bespaart. En je geeft wel iedereen een klein bureaulampje, met een ledlamp erin graag, en dan kan hij toch zijn werk heel goed doen op zijn bureau. Dat is natuurlijk een manier om energie weer te besparen. Um, dus kunstlicht doe je niet alleen voor het zien. Je wilt natuurlijk zorgen dat mensen hun taak goed kunnen uitvoeren. Maar je doet het ook om een sfeer te creëren. Om mensen zich prettig te laten voelen. En om gewoon die biologische klok ook niet in de war te sturen. Um, een andere manier van een kunstlichtontwerp is ervoor bijvoorbeeld te zorgen. Dat je als je een goed, goedkope supermarkt hebt, dan moet je daar geen hele luxe kunstverlichting in gaan hangen. Want dan krijg je een averechts effect. Mensen denken dan van, oh jee, wat een luxe, wat een luxe winkel. Hier zullen, zullen de spullen wel duur zijn. En ze gaan naar een andere supermarkt om, een, uh, om hun spullen te kopen. Dus je moet dat altijd doseren. Soms is dat hartstikke mooi. Een luxe ontwerp van je kunstlicht, maar soms heeft het een averechts effect. Dus je moet altijd maatwerk leveren. Um, ik heb ook uh, drie lampen staan. En dit is een gloeilamp, dit is een spaarlamp en dit is een LED-lamp. En dat is ook een beetje de ontwikkeling van de lampen. En wat je dus ziet, is dat uh, ze een bepaalde helderheid hebben. Die gloeilamp is het minste licht. En je ziet ook dat, uh, dat ze eigenlijk ongeveer dezelfde kleur hebben. Ze hebben allemaal zo'n 2700 Kelvin. En dat is eigenlijk een relatief warme kleur. En de kleur van een lamp, die druk je uit in een kleurtemperatuur. En hoe koeler, hoe hoger het getal van de, van de Kelvin, van de kleuraanduiding, hoe koeler het licht is, hoe blauwer het licht is. En daarnaast hebben we ook nog een kleurweergaveindex. Dat is ook altijd belangrijk bij lampen. En dan probeer je te kijken van... Welk deel van het spectrum wordt goed aangelegd waardoor ik kleuren goed kan waarnemen? Daglicht heeft een kleurweergave-index van 100%. Want je kunt alle kleuren met natuurlijk licht goed zien. Bij kunstlicht is dat soms wel anders. En dan moet je soms met je kleding even naar het raam gaan om te kijken of het wel combineert met de andere kleur. Dat doet iedereen. Dat zie je in heel veel winkels gebeuren. Omdat ze het kunstlicht niet vertrouwen, maar soms ook terecht niet vertrouwen. Omdat de kleurweergaveindex niet goed genoeg is. Nou wil ik eigenlijk met jullie een klein testje gaan doen. Ik ga nu eerst aflezen wat, deze, wat de luxwaarde is. Ongeveer in de buurt van mij. Nou, ik lees af. Nou, het verandert als ik beweeg. Maar het is ongeveer 860 lux is hier mijn waarde. Dan gaan we het licht omhoog draaien. En dan ga ik aan jullie vragen, nou dit is niet echt heel prettig denk ik. Hè? Willen jullie je hand opsteken op het moment dat je denkt van ja, dit vind ik eigenlijk wel prettig. En dan gaan we ook meten. Dan gaat langzaam terug op het moment dat je denkt van ja, dit vind ik wel fijn. Ja, ja. Het is nu 1400. Misschien meet ik ook niet helemaal. Hij loopt af. Ja, 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 ja. En we zijn weer terug. Ja, ik zag die handen... Eh, we begonnen bij zo'n... Wat zei ik? 900 lux, hè? En eh, je zag de handen al omhoog gaan... bij 1200, 1400 lux. Dus eigenlijk... heb ik jullie een beetje gefopt, want door het licht omhoog te draaien... Uh, raak je gewend aan een hogere luxwaarde, een hogere lichtintensiteit, een hogere verlichtingssterkte. en daar pas je oog zich aan aan. En dan denk je dus dat het al donkerder is dan, do dan dat het is, en ja, je oog fop je eigenlijk, omdat het zich moet aanpassen aan dat lagere lichtniveau. Dat doe je dus ook bijvoorbeeld uh, als je, de, dat zie je als je in een tunnel inrijdt met je auto, dan zie je dus dat het begin van de tunnel een hele intensieve kunstverlichting heeft. En dat wordt steeds minder naarmate je midden in de tunnel komt. Dus naarmate je verder de tunnel inrijdt, krijg je minder licht. Omdat je dan de tijd hebt gekregen om je aan te passen aan dat lagere lichtniveau. En dus goed kunt zien bij een lager lichtniveau. Um... Deze lampen die geven, ja, dat kun je denk ik vrij goed zien. Deze lamp geeft het meeste licht. Deze, ietsje minder, maar deze geeft veel minder licht. Terwijl ze toch eigenlijk allemaal bijna evenveel energie gebruiken. En dat is het mooie ook weer van de technologische ontwikkeling. De lampen die worden zo ontwikkeld dat je meer energie krijgt, meer licht krijgt per watt die je erin stopt. En dat helpt natuurlijk ook weer om energie te besparen. Ehm. Um... Dit is een beetje theorie over alle lampen. En ik wil jullie nu ook even een voorbeeldje laten zien van hoe dat nou in de praktijk heeft gewerkt. Want je kunt het allemaal theoretisch heel mooi benoemen, maar in de praktijk werkt het soms anders. En het voorbeeld dat ik, wat ik jullie daarbij wil laten zien is het voorbeeld van het Van Abbe Museum. Het Van Abbe Museum is echt een daglichtmuseum. Overal in het dak zijn daglichtkappen. En in de zaal ziet het dan zo eruit. Dan heb je dus, um, dit zijn uh, twee plaatjes, de linkse is van uh, gewoon meer een gangzone. Het rechtse plaatje is echt de zaal waar wij het lichtontwerp voor moesten maken. Eigenlijk is het een heel makkelijk lichtontwerp, want dat hebben we gedaan boven de transparante, de translucente uh, 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 koepel of, of, of plafond. Daarboven hangen uh, ook de kunstlampen. En die, die kunstverlichting is zo aangebracht dat hij eigenlijk het meeste lijkt op de dagverlicht, daglichtverlichting. Op de TU hebben we de Technische Universiteit in Eindhoven uh, kijken we van uh, hoe kunnen we nou kunstlicht zoveel mogelijk laten lijken op daglicht. Dus door een virtueel raam te maken en in dat virtuele raam laten we dus de kleurtemperatuur variëren over de dag, maar laten we ook de intensiteit, dus de, de, de intensiteit van het licht variëren. En we laten zelfs de richting variëren om toch de mensen het gevoel te geven: oh, dat is eigenlijk een beetje voor de gek. En toch waarderen de mensen dat. Wat we ook doen op de Technische Universiteit in Eindhoven is materiaalonderzoek. Even kijken. En dit is het uh, translucent beton. Dus door dit beton kun je heen kijken. En dat ziet er dan eigenlijk, ja, je ziet het misschien een klein beetje. Maar het geeft een heel mooi effect als je dat met daglicht, wat eigenlijk veel feller erachter schijnt. Als die zon hierop schijnt, krijg je een heel mooi, mooi materiaal. En dat is, een, ja, dat is gewoon materiaalonderzoek wat wij op de universiteit hebben gedaan. Verder doen we bijvoorbeeld onderzoek naar een zo optimaal mogelijke kantoorverlichting. En dit is de, de, de opstelling van een grote kantoorruimte, een, een grote kantoortuin, zeg maar. Eigenlijk als er maar één iemand zit te werken, wil je niet het linker plaatje hebben dat overal het licht moet branden. Maar het rechter plaatje wil je ook niet. Dat is ook duidelijk, want dan voel je je ja, echt helemaal in zo'n eilandje zitten. Nou, en wat we nu onderzoeken is van hoe snel kunnen we dat licht naast die ene werkplek nou verlagen? En hoeveel kunnen we het verlagen? Want helemaal naar nul is niet goed. Maar dat als je dan een bepaalde rustig tempo doet, zodat het oog zich kan aanpassen aan die veranderende omgeving, en je een goede luminantieverhouding hebt, dus een goede verhouding tussen het verlichte en het onverlichte deel, kun je eigenlijk veel energie weer besparen. Wat we ook doen is kijken naar de invloed van licht op gezondheid. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Het is gebleken dat mensen die aan de daglichtkant van een ziekenhuis liggen, dat die sneller genezen dan de mensen die aan de noordzijde liggen. En dus die hebben gewoon meer opnamedagen die aan de noordzijde van een ziekenhuis terechtkomen. Dus advies als je ooit in een ziekenhuis komt, probeer aan de zonnige kant van het gebouw te gaan liggen. Dat scheelt je opnamedagen. Dan hebben we nog een ander voorbeeldje van uh, 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 hoe wij met licht omgaan. En dat is het volgende voorbeeldje. Ik zal hem even aandoen. We dus boten hier de zon na en die zon die schijnt op dit rode materiaal. En wat gebeurt er nu? Die energie wordt naar de randen geleid. En in die randen zitten weer de fotovoltaïsche cellen. En die fotovoltaïsche cellen die zorgen ervoor dat het licht, wat dus nu door de lamp wordt gemaakt, maar in werkelijkheid natuurlijk door de zon is de bedoeling, dat die wordt omgezet in elektriciteit. En om dat te demonstreren hebben we er een ventilator achter gezet. En die ventilator ja, die is gewoon om te laten zien dat er elektriciteit uitkomt. Dit is natuurlijk een... Uh, Leuke ontdekking van uh, uh, dat je dat met materiaal, met transparant materiaal, kunt bereiken. En wat we geprobeerd hebben, is om te kijken van... kunnen we dat materiaal nou in de gebouwde omgeving bij gebouwen toepassen? We dachten van... en uh, um, Dat onderzoek heeft Finn Vossen gedaan, en die zit hier op de eerste rij. Dus Finn, welkom. Hartstikke mooi dat je dat onderzoek hebt gedaan. Die heeft onderzocht van, wat vinden mensen nog acceptabel? Je kunt dat hele raam rood gaan maken, maar dat zal wel niet zo fijn zijn. En wat blijkt nou? Eigenlijk vinden mensen tot 25% van het oppervlakte van het raam acceptabel. En vindt man zo slim om toen te bedenken van, we moeten niet die ramen van dat materiaal uitvoeren, maar we gaan dat los van het raam, dat kun je zien in deze maquette. We gaan dat los van het raam zetten waardoor we een veel grotere oppervlakte kunnen maken zonder dat het storend is voor de mensen. En we kunnen wel heel veel energie opwekken. En dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld hoe je dat materiaal dan op een andere manier kunt toepassen in de gebouwde omgeving bij een gebouw. Ja, ik ga nu het antwoord geven op de vraag. Ja, licht is uiteraard hartstikke belangrijk om ervoor te zorgen dat je je werk goed kunt doen en dat je. Je welzijn, je productiviteit op een positieve manier en je ook je gezondheid op een positieve manier beïnvloed wordt. En dat kan licht doen. En ik ga in het volgende college ga ik jullie meenemen naar uh, hoe je eigenlijk blij zou kunnen worden van herrie bij je buren.